Teamlid zijn betekent dat je zorgt voor jezelf, je eigen belang, dat van de groep en de taak. Er zijn wel heel veel vergaderingen geweest waarvan ik dacht, er zit hier iets helemaal mis, maar ik weet niet hoe ik het moet beetpakken. Ze schreven het boek Ik Team, Wij Teamen. Annemarie Bleker en Saskia Tjepkema en ze zijn mijn gast. Van harte welkom. Dankjewel. En dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Om te beginnen, wat is er zo moeilijk aan teamen? Laten we daar eens even met de hoofdvraag beginnen. Wat is er zo moeilijk aan teamen? Nou, ik weet eigenlijk helemaal niet of het zo moeilijk is, Annemarie. Nee, nou, ik heb natuurlijk zelf echt wel in heel veel teams gewerkt. En het is niet altijd makkelijk om zelf regie te pakken op momenten bijvoorbeeld dat het spannend wordt. Of dat er iemand heel duidelijk vanuit de hiërarchie de leiding heeft. Mm. Of dat er een bepaald patroon is wat er al was voordat jij kwam. En om dan in te breken. Dus ik denk als je het met elkaar van het begin kan bouwen, is het goed of is het leuk. En als je ergens inkomt, dan moeten sommige mensen, of althans ik, wel ergens overheen. Ja, dat is wel leuk aan het boek. Saskia, jullie hebben een heleboel, daar wil ik zo meteen met name even in de kern van het gesprek op door. Jullie hebben een heleboel zeg maar, soorten teams die jullie beschrijven. Mm-hmm. Dat is echt super interessant en heel herkenbaar. Maar laten we even bij het begin beginnen. Want hoeveel ervaring hebben jullie zelf, om met jou te beginnen, Saskia, in het werken in teams? Oftewel, vertel eens wat over jezelf. Nou, ik werk een jaar of 30. En ik doe volgens mij heel weinig dingen in mijn eentje. Ja? Ja, ben je dus een teamspeler? Ja, ik ben wel een teamspeler, ja. Kun je een teamspeler worden? Ja, ik denk eigenlijk dat wij mensen allemaal teamspeler zijn. En dat is ook wat ik bedoelde net met, hè, van wat is er moeilijk aan teaming? Dat zegt Annemarie heel mooi. Als het onbewust is of je hebt het er nooit over met elkaar, dan gaan er best vaak dingen mis. Mm. Maar zodra je het bewust kan maken en met elkaar gaat, met een paar kleine tools eigenlijk al, kan je als mens eigenlijk vrij makkelijk veel meer uit je samenwerking halen. En we hebben allemaal talenten op dat gebied. Wat heb je in die 30 jaar allemaal gedaan? Ik heb gewerkt als onderzoeker aan de universiteit. Ja. Ik werk als coach voor allerlei teams en individuen. Maar ik begeleid ook vernieuwingen. Ik doe eigenlijk van alles. En dat doe je zelfstandig? Dat doe ik als adviseur verbonden aan Kessels & Smit. Dat is een adviesbureau. Okay. Heb ik Annemarie ook leren kennen. Hoe lang geleden? 3, 4? Nee, we gaan nog langer terug, hoor. 2017, al 6 jaar. Ja, het voelt als net. Ja, het is heel fris nog. Ja. Hey, wat is jouw voorhistorie? Zeg maar, vertel eens wat jij allemaal gedaan hebt. Nou, ik heb eigenlijk een beetje 3 soorten carrières gehad. Dus ik ben begonnen als octrooigemachtigde, want ik ben opgeleid als chemicus. En ik vond eigenlijk de chemie tussen mensen al meteen veel leuker dan chemie in mijn Erlenmeijer. Ja. Dus ik heb 5 jaar ben ik ook teruggemachtigd geweest bij een grote multinational. Toen heb ik een tijd business development gedaan. Dus echt technologie, verkoop en sales in de biomedische industrie. Ja. En toen zijn we achter onze rug om verkocht met een start-up. En toen werd ik zo geïntrigeerd door de dynamiek tussen mensen en de impact daarvan op resultaat. Dat ik eigenlijk 15 jaar geleden ben begonnen als organisatieontwikkelingsadviseur. En zo wel in een organisatie, dus niet als externe adviseur, maar ik werkte in een multinational. En daar werd ik eigenlijk meteen lid van heel veel teams. Oh ja, ja. Ja, dat werkt zo, hè, multinationals. Ja, dus dat ik denk in 8 teams tegelijk. Ja. Sommige alleen Nederland, sommige internationaal. Dus dan de vaardigheid van teaming, als ik toen had geweten dat het zo heette, dan had ik die eigenlijk daar meteen al in kunnen zetten. Ja, achteraf. Ja. Wij maken deze serie, het is misschien goed om te vertellen aan de kijkers, in samenwerking met Managementboek en uitgeverij Boom. Jullie boek heet Ik Team, Wij Teamen. En ik had jullie gevraagd, van geef nou eens om te beginnen even 3, dan krijg je die meteen als kijker 3 redenen waarom ze eigenlijk het boek zouden moeten lezen. En tijdens dit gesprek komen ze er ook wel achter. Maar laten we met de eerste beginnen. Omdat we teamen benaderen als vaardigheid die je kunt leren. Ja. Nou, dat vroeg ik net al, kan echt iedereen die vaardigheid leren? Want ik, als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld, ik ben best wel heel slecht teamspeler. Maar aan de andere kant, ik wil dat denk ik ook zijn. Dus denk je dat iedereen de vaardigheid heeft om... Want waarom wil je dat zijn? Ik ben gewoon een solist. Ja. En dat is natuurlijk ook mijn werk, weet je wel. Ik bedoel, ik werk wel kortstondig met teams om een congres voor te bereiden als dagvoorzitter. Ja. Maar daarna sta ik toch in mijn eentje te shine op dat podium. En kan ik lekker datgene doen wat ik zelf wil. En daarna zeg ik, joep, doei. En dan ben ik weer weg. Dus ik ben een enorme solist. Nou en toch, voor dat kleine stukje dat je het wel even met een groep moet doen, is teaming als vaardigheid, als je die in kunt zetten, wel heel handig. Dat is waar. Dus het is niet zoiets dat je dan
voor altijd alleen maar dat aan het doen bent. Maar nee. Net als andere vaardigheden, op het moment dat je het nodig hebt, weet je wat je in huis hebt en wat je in kunt zetten. Dat is misschien ook wel een beetje het pleidooi van ons boek. Van zie het als een vaardigheid. Het is niet zo dat mensen teamspeler zijn of niet. Mm-hmm. Maar je kan altijd naar een samenwerking kijken. En wat heeft die samenwerking nou op dit moment nodig? Ja, precies. En dat is uiteindelijk ook in je eigen belang. Om het zo leuk en effectief mogelijk te maken. En het af te stemmen op elkaar. Is dat in sync dan, het eigen belang en het groepsbelang? Ja, dat denk ik wel. Niet altijd. Dus je kan... we werken in ons boekje met het idee van teamlid zijn. En teamlid zijn betekent dat je zorgt voor jezelf, je eigen belang. Dat van de groep. Wat heeft het groepsproces nodig? En de taak. Soms valt dat samen en soms staat dat op gespannen voet met elkaar. Dat kan ook in hele kleine dingen zitten. Hè. Je zit... 5 minuten voor het einde van de vergadering. Iedereen wil afronden en jij hebt nog een heel leuk idee wat in je hoofd opkomt, omdat je, dat is een heel hypothetisch voorbeeld dit, Annemarie. Ja. Wat je echt even wil delen nog. Maar dat je denkt, maar dat moet ik eigenlijk nu niet doen, want we moeten gewoon afronden. Dan, dan gaat het groepsbelang even voor. Precies. Dus het gaat volgens mij vooral om te zien dat je als teamlid al die drie de belangen in het oog hebt te houden. Mm-hmm. En welke gaat er dan voor? En soms is het voor jezelf opkomen, of in ieder geval iets voor het voetlicht brengen wat belangrijk voor je is. Ja. En soms denk je, dit 9e idee van mij is misschien nu niet in het groepsbelang. Ja. Of de taak moet nu even door, dus ik doe het niet. Dus het is steeds die balanceren. En zelfs dat, ik was laatst met een team aan de slag, en onder andere met de talen die we in dit boek ook delen. Ja. Mensen kunnen verschillende talen spreken in een team. Dus de een is gericht op de actie, de ander op de relatie. En in dat team hadden we even een pittig gesprek gehad, zij onderling. En we deden even een procescheck. Dus ik vroeg iedereen, gewoon neem even 5 minuten. Kijk met je buurman of buurvrouw, wat heeft dit gesprek nu nodig? Hè? Is mm-hmm. Hoe vond je dat het ging? Mm-hmm. En toen begonnen we weer. En toen zei een van de collega's uit het team, die maakte eigenlijk een relatieopmerking. Daarvoor was het heel erg over de taak gegaan. En zij zei, we hebben het nu allemaal goed afgesproken, maar ik wil eigenlijk toch nog even weten, vroeg ze aan haar ene collega, hoe zit je er nou eigenlijk in? Mm. Heb je nu zin in die klus? Mm. En het was precies de goede vraag. En zij stak op dat moment haar nek uit, je zou kunnen zeggen, tegen haar eigen belang in. Want het was helemaal niet gebruikelijk om dat in dat team te doen. Ja. Mm. Maar de vraag landde zo goed en iedereen waardeerde dat ook. En dan is het uiteindelijk ook, er kwam er gewoon een heel belangrijk gesprek op gang. En dan is het uiteindelijk toch ook weer in je eigen... je doet iets voor het team, maar uiteindelijk is het ook weer goed voor jou. Sorry. Belangrijk om dingen die onder de oppervlakte zitten aan de oppervlakte te halen. Is dat wat ik hier ook hoor? Soms wel, maar teaming kan ook zijn. Wij werken met een model wat wij ooit geleerd hebben om te analyseren. Wij zijn als teamcoaches, hebben we natuurlijk heel veel van die brillen geleerd om te kijken wat speelt er in een team. En een paar daarvan delen we in het boek vanuit het idee, dan kan iedereen zijn voordeel ermee doen. Ja, die hebben we trouwens wel heel zorgvuldig uitgekozen. Ja, niet zomaar. Want misschien zo nog even leuk om te zeggen, want als teamcoaches vinden wij natuurlijk het heel leuk om naar teams te kijken en hun interactie en daar taal aan te geven. En welk appel voel je nu? En er is allemaal prachtig jargon wat ons heel erg interesseert. En een teamlid, als teamlid wil ik gewoon iets hebben waarvan ik denk, de kans is groot dat ik het ga doen. Ja. Want ik vind het aantrekkelijk of het is duidelijk voor me. Ja. Ja. Dus ook, we hebben wel gekeken naar welke drie brillen, zoals we dat zo mooi noemen, denken wij nou dat een teamlid die gewoon snel pakt en snel mee aan de slag kan. Want als teamlid ben je ervoor met elkaar een klus te klaren. Ja, het gaat, ja precies. Dat haakt het team wel mooi. Is het middel. Ja, precies. En dat haakt wel mooi aan jouw vraag van, moet dan altijd die onderste steen boven? Want dat is inderdaad wel vaak wat mensen denken. Hè? Teamwork, ingewikkeld, onderstroom. Ja, ja. Soms houdt dat mensen ook tegen om er wat mee te doen. En een van onze favoriete modellen begint eigenlijk met, kijk ook even naar de harde structuur. Dus hoe is... De samenwerking geregeld? Ingericht, hoe is het geregeld? Zijn er werkafspraken? Is dat duidelijk? Zit je op dezelfde verdieping met elkaar? Want kun je dat 3-laag model even uitleggen van die harde structuur en die andere 2 lagen? Ja, dus eigenlijk om te kijken wat er in je team aan de hand is, ga je kijken naar die harde structuur. Dus alles wat je beet kan pakken, de opdrachtomschrijving, rolverdeling, werkafspraken. Zit je aan tafel, zit je op banken, alles. Ja. Heeft heel veel invloed op gedrag. Dus dat is het eerste waar je naar gaat kijken. Hoe beïnvloedt dat de manier waarop we met elkaar omgaan in het team? Ja,
En die kan dus heel, die hoef je niet altijd te kunnen veranderen, zeggen wij. Hè? Zeker in grote organisaties, er staat er veel vast in protocollen, maar je kunt wel zien wat het effect is ervan. Dus als mensen op een andere manier beloond worden dan jij, zal dat impact hebben op hoe zij in de samenwerking staan. Dus dat is niveau 1. Ja, en na de harde komt er waarschijnlijk, laat maar raden, de zachte? Nee, de interactiestructuur. Oh. Nee. Nee. Ik ben sowieso niet van het verschil tussen harde en zachte structuur. Okay. Nee, harde structuur is eigenlijk alles wat je vast kan pakken of wat is geregeld. De tweede is de interactiestructuur. En die is vaak het meest zichtbaar in een groep of in een team. Dus dat is wat gebeurt er als jullie met elkaar in gesprek zijn. Wie is er dan veel aan het woord? Wie zegt nooit wat? Aha. Wat is het typische moment bijvoorbeeld dat jij, Ronnie, wat gaat zeggen? Hè, op welk moment zit dat meestal in ons gesprek? Mm-hmm. Dus dat zijn allerlei patronen. En die leggen we uit aan de hand van dat mensen 4 rollen kunnen hebben in een gesprek. Ze kunnen initiatief nemen of ze kunnen juist correctie bieden. Ze kunnen volgen of ze kunnen een beetje perspectief geven. Mm-hmm. En de 3 talen die Saskia net zei. En je kunt het eigenlijk zien als bouwstenen. Als je die als team kent en je weet ze goed te stapelen, dan kun je echt heel snel hele mooie dingen maken met elkaar. En ze kunnen elkaar ook enorm in de weg zitten. Mm. Dus als je in een tenniswedstrijd komt waarin ik steeds een idee heb en jij het niet met mij eens bent, dan kunnen we op een gegeven moment harder gaan praten. We kunnen er nog 7 andere taal aan geven. Mm. We komen niet verder. En het kan wel het groepsproces even op slot zetten. Mm. En dus, de derde, was de derde? Ja, de derde is de onderstroom. Ja, dat is die dieptestructuur, of die onderstroom. Dat is die interessante ook. Ja, dus, ja, dat vindt iedereen, hè? En dat voelt natuurlijk ook wel een beetje zo van, ja, spannend. Wat gebeurt daar? Er zit natuurlijk ook veel aannames in over hoe mensen erin zitten, waarom ze doen wat ze doen. Het is ook wel goed om naar te kijken. Ja. Van wat gebeurt daar nou? Waar sluit het wel of niet op elkaar aan? En waar ontstaat spanning tussen mensen? Of voelen mensen zich buitengesloten? Of nee, er kan van alles zitten in die onderstroom. Dus daar reiken we ook een bril voor aan om daar wel een beetje naar te kijken. Mm. En dat maakt het soms ook al lichter, hè? Om gewoon te erkennen, weet je, dit speelt in ons team. Ja. Maar dat wil niet altijd zeggen dat je de oplossing daarvoor ook moet zoeken in een heel diep therapeutisch gesprek. Soms lost het ook al heel veel op. En we werken door veel in die andere structuren iets aan te passen. Absoluut. Door je gesprek, nou ja, neem dat ene simpele voorbeeldje wat ik net zei, van een vrouw die in een vergadering net een andere vraag stelt. Ja. Waardoor er heel veel op tafel komt daar, in plaats van later bij het koffieapparaat of Ik wil zo meteen, dat maakt het mooi concreet, vond ik leuk van jullie boek. En op het einde wil ik nog meer vertellen over hoe dat boek er een beetje, of vragen aan jullie hoe dat boek er een beetje uitziet en wat de kijkers eraan hebben over die verschillende teams. Maar ik begon dit gesprek met, er zijn 3 redenen om het boek te kopen. En zo gaan dit soort gesprekken bij mij altijd. We zijn inmiddels, zijn we alweer 10 minuten verder en we hebben nog maar 1 gehad. De 2e reden was omdat regie pakken op de samenwerking, dat zei je in het begin al, hè, regie pakken, makkelijker en leuker is dan je denkt als je maar weet waar je op moet letten. Ja. Maak dat eens concreet, wat bedoelen jullie daarmee? Want moet je altijd de regie pakken dan? Nou, in ieder geval willen wij graag dat je als teamlid je wel altijd gemandateerd voelt om iets te gaan doen. Als jij denkt dat dat bijdraagt aan dan wel hoe jij in de wedstrijd zit, dan wel waar de groep is of de taak. Dus daarom is misschien nog wel even leuk te zeggen, dus teamen zien wij ook echt als werkwoord. Dus het is iets wat je doet en wat je als teamlid dus ook kunt doen. Alleen, en dan kijk ik ook weer even naar mezelf, maar volgens mij had jij dat ook in het begin. Teams kunnen ook echt heel spannend zijn, want wat gebeurt hier nu eigenlijk en waar moet ik dan eigenlijk op letten? En als ik een beetje weet hoe ik moet letten, hoe kan ik dat dan taal geven op een manier die landt bij de groep? Mm. En dat is best nog wel spannend. En er zijn wel heel veel vergaderingen geweest waarvan ik dacht, er zit hier iets helemaal mis, maar ik weet niet hoe ik het moet beetpakken. Nee. En ik weet eigenlijk ook niet zo goed hoe ik het zou moeten framen. Ja. En dan is het wel fijn om te zeggen, wij geven je een hele heldere bril waar je altijd door kunt kijken. Mm. Maar waarmee je niet alleen het team, maar ook vooral jezelf, wij noemen dat, op de foto zet. Mm. Want jij bent natuurlijk onderdeel van die groep. Dus wat jij doet, doet mee. Ja. En dat, als je dat eenmaal ziet, dan heb je eigenlijk meteen veel meer aanknopingspunten om ook wat te gaan doen. Ik denk dat zeker voor een millennial generatie, om er even zo te noemen, hè, waar natuurlijk die heel veel in de aandacht staat nu als het gaat om hoe zien zij werken, hoe gaan ze daarmee om, is denk ik dat regie pakken voor die generatie juist heel erg belangrijk. Hè? Het gevoel dat ze de regie hebben. Absoluut. En regie hoeft niet, dat kan inderdaad, soms denk je dat het niet aan jou is ook, hè? Dat de voorzitter het moet doen of de
de teamcoach of de manager. Mm-hmm. En er gaat wel iets open als mensen het gevoel hebben van, nou, maar ik kan en mag dat zelf ook doen en ik heb die tools ook. En ik was, oh, je hebt het over millennials, maar ik was vorige week, gaf ik een gastcollege aan de Hogeschool van Amsterdam. En studenten doen het ene groepswerk na het andere. Ja. Het gastcollege liep helemaal uit de hand, want mensen gingen helemaal aan de haal. Dus met die brillen, oh, je hebt gewoon 3 verschillende talen. En dan meteen met elkaar ook bespreken waarom dus in een vorig werkgroepje iets uit de hand gelopen was. En er komt een soort lichtheid in die heel prettig is, omdat je het erover kan hebben met elkaar tegelijk. Het is eigenlijk best bizar, hè, dat eigenlijk iedereen in teams werkt. Maar het is hetzelfde alsof je iedereen een auto geeft, maar niemand hoeft het rijbewijs te halen of zo, hè, een beetje. Toch? Nou, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Ja. Want teams zijn natuurlijk zo gewoon als organisatievorm, dat we er eigenlijk van uitgaan dat iedereen dat wel kan of dat wel weet. Ja. Hè, en we zitten dan in meerdere teams tegelijk met allemaal verschillende doelen, belangen, samenstellingen. En doe het maar even. Ja. Ja. Terwijl het ook echt iets is, en dat is ook een pleidooi, waar je ook echt wel even wat in mag oefenen en leren en ontdekken. Ja. Ja. En als het nog even over het regie pakken, want het klinkt ook dan een beetje als dat je jezelf steeds naar voren kunt of moet zetten. Maar regie pakken kan dus ook heel goed zijn van, hey, ik hoor 1 collega nooit. Ja, of ik heb het idee dat hier iets... En daar kun je dus ook regie op pakken. Dus het hoeft niet alleen voor persoon... Jezelf, maar ook op het groepsproces en op de andere leden van het team. Ja. En het hoeft niet altijd met hele grote interventies te zijn. Nee. Het kan ook zijn dat je denkt, volgens mij moet er nu even dit gezegd worden. Ja. Of gaat deze vraag helpend zijn. Ja. En het derde, maar dat hebben we eindelijk al een beetje behandeld. Dan wil ik naar die verschillende teams toe. Omdat jullie hebben het woord al een paar keer genoemd, omdat jullie een bril aanreiken om de situatie in je team te snappen. En ook meteen laten zien hoe je die kan benutten in 10 lastige situaties. Nou denken mensen, wat zijn het dan die situaties? Moeten ze lekker het boek gaan kopen. maar laten we eens naar die... ik kan het hele boek gaan behandelen, daar is deze podcast tekort voor. We hebben jullie noemen een aantal verschillende teams. En ik pik er even een paar uit. Ik heb ze hier opgeschreven die ik wel interessant vond. Een beginnend team. Ik denk dat een wat iedereen wel kent. Want iedereen die wisselt van banen en komt bij andere opdrachtgevers terecht. En je komt in één keer woep in een beginnend team. Wat is de dynamiek daar? Leg daar eens wat van uit. Wat speelt daar? Nou, in een beginnend team heb je bijvoorbeeld heel weinig harde structuur nog. Ja. Dus een van de eerste dingen die je kan doen is dan gewoon ook heel simpel afspraken maken en zorgen dat ze ook helder zijn. Want mensen komen wel met allerlei verwachtingen, omdat ze in andere teams gezeten hebben, over wat je rol is als teamlid, of wat jij als voorzitter doet, of waar het werkoverleg wel of niet over gaat. Ja. Allemaal hele simpele dingen. Maar als je ze niet afspreekt, kan daar heel vaak gedoe op ontstaan, zelfs in de onderstroom. Dus bij een beginnend team is het zaak om die harde structuur wel helder te krijgen meteen? Nou, ja, meteen een aantal... Grijp je kans. Ja, precies. En omdat er nog niks ligt, dus vul het goed in. Ja. En je dus ook de vraag te stellen van, hoe vaak moeten we elkaar eigenlijk zien? Ja, precies. Want ik heb wel met teams gewerkt waar heel diep conflict was, met grote vertrouwensbreuken. En als je dan keek, dan zagen ze elkaar te weinig. Ja. En toen ze elkaar meer gingen zien, losten zichzelf dat op. Dus het kan echt een enorme grote impact hebben. Ja. Een ander team wat ik heel interessant vond en ook heel herkenbaar denk, die zal iedereen die kijkt wel herkennen, dat is het team waar de spanning op de lijn zit. Ja. ik denk dat iedereen, dat is namelijk wat je overdag dan niks meer doet, maar 's avonds thuis, dan ga je het erover hebben. Van vandaag. Hoe gaan we om met spanning op die lijn? Ja. Wat dan? Wat is jullie advies? Nou, dus daar kijken we ook weer door die bril. En ik denk wat ik net tegen je zei, is dat er soms heel veel spanning op de lijn kan zitten, omdat er iets in de harde structuur niet klopt. Namelijk, je ziet elkaar te veel. Dat kan ook, hè. Teams die, of groepen die eigenlijk helemaal niet zo heel veel samen doen, maar wel steeds elke week dat rondje langs de velden moeten maken. Mm-hmm. Daar kan ook echt spanning van komen. Dus je harde structuur is altijd eentje, vind ik, die je meteen moet bekijken. En het tweede is, hoe stevig is je interactie? Want de interactiepatronen waar we het net over hadden, als je elke rol of elke taal voldoende ruimte geeft en ook de kwaliteit ervan ziet, dus iemand die steeds tegen is, dat kan heel veel spanning geven in een team. En dat tegen, dat staat ergens voor. Ze willen graag een correctie aanbieden of er is iets belangrijk wat geen aandacht krijgt. Dus kun je met elkaar zeggen, hey, dit levert spanning op en waar zit dat eigenlijk in? Kunnen we dat eens onderzoeken? En soms, ik denk echt de kern is dat we aanraden, maak een foto. Dus pak dat model er eens bij.
En wij geven ook al heel lang verzorgen een leiderschapsprogramma op de universiteit. En er komen allemaal UHD's van allerlei docenten, van allerlei achtergronden. Dus er zitten natuurkundigen, wiskundigen, politicologen. Mensen zijn natuurlijk in hele andere werelden geschoold. Werken dus ook in heel andersoortige teams samen. En dan besteden we een hele dag aan, pak nou eens een teamsituatie die je lastig vindt. En dat is best wel vaak een team waar spanning op de lijn zit. En we gaan gewoon heel rustig, we maken gedurende de dag gewoon een analyse. Pel het af. Kijk, wat zie je in die harde structuur? Kijk, wat zie je in die interactie? En ook kijk, wat zie je in die onderstroom? En het is zo grappig hoe mensen eigenlijk in het begin dan vaak een soort van buikpijn hebben. Heel veel verhaal ook over dat team. En vaak zoeken we als mensen ook verklaringen voor lastig gedrag in wat andere mensen doen. Mm-hmm. Jij roept altijd bezwaren in het overleg, Ronnie. Of je bent helemaal geen teamspeler. Je bent een solist. Ja. En daardoor is er geen afspraak te maken met jou. Ja. Als ik een afspraak met jou maak, dan is dat voor jou een soort vage toevlegging. Een aardige omschrijving. Ja, dan kunnen wij het dan over hebben. En dan snappen we. Ja. Maar het grappige is dat als je dat even niet meer doet met elkaar, maar je gaat heel rustig zitten in zo'n foto maken. Mensen krijgen er heel vaak gedurende de dag echt lol in. Ook omdat ze voelen, ik snap nu beter waar het zit. Het gaat wat minder van die ene persoon af, maar wat meer naar, eigenlijk zouden we misschien moeten zorgen dat we in onze gesprekken ook überhaupt wat vaker ruimte maken om bezwaren te uiten. Dan hoeft Ronnie dat niet altijd alleen te doen. Of we moeten misschien wat minder vaak overleggen, want hij heeft gelijk dat hij zegt, waarom moeten we nou alweer vergaderen? Hey, maar dan even doorgaan op die Ronnie dan maar, hè, want dat is een ander team. Dat is het team met de stoorzender. Ja. Dus stel, ik ben echt gewoon altijd die pain in the ass. Echt een irritante eikel. Ja. Ik ben altijd dominant. Ik ben gewoon een stoorzender. Ja. Wat dan? Dus, die is ook herkenbaar, denk ik. Ja, die is echt super herkenbaar. En ik denk dat het dan heel makkelijk is om jou steeds meer te gaan stereotyperen. Ja. En ik denk dat het ook heel menselijk is. Hè? Dus laten we even zeggen dat heel veel van dit soort dingen zijn ook menselijk. En wat wij graag willen doen is, stap er nou eens even helemaal uit. En dan gaan we eens even kijken, op een goede dag bijvoorbeeld met Ronnie in het team, wat gebeurt er dan eigenlijk? En ziet dat patroon er anders uit? Want we maken het samen. Dus met andere woorden, wat maakt dat we met Ronnie steeds in dit patroon komen? Kunnen we begrijpen wat hij daarin doet, maar kan ik ook begrijpen waarom ik dat steeds laat gebeuren? Of wij dat steeds laten gebeuren? Want als iedereen het zo vervelend vindt, waarom is het dan nog steeds zo? Ja. Dat komt toch omdat wij iets tolereren of iets uit de weg gaan. Ja. En daar zeg maar beter zicht op krijgen. Mm-hmm. En dus ook te kijken, wat doet Ronnie dan? Nou, sorry hoor. Nee, ik gooi hem zelf op. Ik ben even de casus, de hypothetische casus. En als ik jou dan zo hoor, dan kan ik me heel goed voorstellen, dat zit dan een beetje in de onderstroom. Jij hebt een ander denkkader, noemen wij dat. Jij hebt andere verwachtingen of andere ideeën over hoe dat gaat in een groep dan ik. Ja. Ik wil graag alles overleggen en ik wil graag dat we het met elkaar eens zijn. Jij wil je eigen ding doen. Ja, maar hoe los je dat dan op als dat zo is? Nou, dus een deel daarvan is het zien en je eigen rol erin zien. En dan het tweede deel is, hoe kun je het team of misschien wel elkaar daarop mobiliseren? Ja, ja. Hey, dus, jij zei net bijna in een bijzin. Een van onze motto's die we zelf geleerd hebben van Lex Mulder in dit geval is, analyse is de beste interventie. Dus ga eerst rustig kijken wat er gebeurt. En wat we normaal gesproken doen, is dat we heel erg fixeren op de situaties waar het misgaat. En ons advies is eigenlijk ook, kijk naar dat team op een slechte dag, maar kijk ook even naar dat team op een goede dag. En wat voor patroon ontstaat er dan? En wat kan je daarvan leren? En met name op die manier ook je analyse doen, maakt het veel makkelijker om dat ook met collega's te doen. En heel vaak zie je dat mensen met dat model aan de haal gaan in eerste instantie even zelf. Dat maakt je al een beetje, krijg je al een beetje, dan hoef je nog niet eens met iemand erover te praten, maar dan krijg je al wat meer zicht op wat speelt er überhaupt. En dan kan je het nog eens met één collega bespreken. Maar het gebeurt ook best vaak dat mensen zeggen, weet je, we moeten dit eigenlijk gewoon in het team bespreekbaar maken. Ja. En kijken hoe we meer van die goede dagen krijgen. Dat is ook lastig natuurlijk, hè? Dat als er spanningen of dingen lopen niet lekker in een team, dat je niet alleen te maken hebt met die problematiek, maar ook nog een keer met hoe los je het op? Want jullie zijn de coach en de specialist, maar jullie worden niet altijd ingehuurd. Dat is precies waarom we het geschreven hebben. Want het idee, en sommige spanning of conflict en sommige stoorzenders heb je tuurlijk professionele begeleiding bij nodig. En wij denken dat er heel veel dingen zijn die je
als team ook zelf vast kunt pakken. Ja. Als je maar weet waar je op moet letten. Ja. En het andere wat ook wel even een rode draad is hieronder, is dat je niet meteen wat gaat doen. Mm-hmm. Want als er spanning of stoorzender of veel op het spel staat, is het zo verleidelijk om wat te gaan doen. En dan krijg je wat ik noem het Barbapapa effect. Dan ga je hier iets doen en dan plopt er daar iets anders op. En dan kom je eigenlijk van de regen in de drup. Ja. Dus jezelf echt even toestemming, maar ook discipline geven om heel goed te kijken wat gebeurt er nu. Mm-hmm. En wat is mijn bijdrage daarin. Kan ineens helpen om een enorme versnelling zelf teweeg te brengen in je team. Ja. En het analyseren lost echt al heel veel op. Ja, precies. Ja, dus erboven gaan hangen even, in plaats van er maar in blijven zitten. De twee die ik even bundel tot één, maar die denk ik super actueel zijn, daar waar ik heel nieuwsgierig ben hoe jullie daar naar kijken. Dat is één, het verder zonder manager, noemen jullie dat even. Ik noem het even de hele ontwikkeling van agile en dus teams die niet meer hiërarchisch zijn ingericht. Ja. En dat even dan, laten we die maar meteen op één hoofd opgooien, want dat is denk ik wat er bij heel veel organisaties de laatste jaren is gebeurd, in combinatie met virtueel werken. Oftewel, in één keer werken we niet meer 5 dagen bij elkaar, maar werken we een paar dagen per week samen, of helemaal niet meer, of compleet remote. Ja. Als we die twee nou eens lekker bundelen, dan hebben we het wel even over een volledig andere manier van werken. Ja. Wat zijn de effecten van die twee dingen op teams? Dat het, denken wij, steeds belangrijker wordt om te teamen. Mm. Het is zo grappig, we hebben dat hele woord team hebben wij niet zelf bedacht. Nee. Dat hebben we geleerd van Amy Edmondson, dat is een onderzoekster en die is ook helemaal gefascineerd door teamwork. En een van de dingen die zij is gaan doen, is gaan kijken van hoe komt het nou dat sommige teams onder de meest moeilijke omstandigheden, die mensen kennen elkaar niet. Die hebben geen heidag gehad. Is het team veel te groot. Ze spreken elkaar staal letterlijk niet. Nee. Dat zijn bijvoorbeeld first responder teams. En ze heeft bijvoorbeeld een situatie onderzocht van een ongeluk bij een mijn. En er moesten mensen uit de mijnschacht gered worden. En hoe werken dan die mensen die daar zo aankomen rijden, ingenieurs, brandweermannen, alles, hoe werken die samen? En ze is gewoon hun gedrag gaan bekijken. Ja. En het interessante is, die hebben ook allemaal een aantal dingen geleerd. Zoals het afwisselen van team en persoonlijk belang. En proberen te snappen hoe jij zit in de volgorde van wat doe ik en wat moet iemand anders daar weer mee. Hoe moet iemand anders daar weer mee verder? Die hebben gewoon leren teamen. Mm-hmm. En dan kan je dat ook. Dat is een soort van gedrag. Vaardigheid. En ik vind het soms Want jij hebt best veel gedaan, toch, met zelfsturende teams? Ja, mijn allereerste onderzoek ging daar al. Het is al 30 jaar zo ongeveer. En toch zit daar in die dat hele invoeren van zelfsturende teams. Het gaat vaak wel over, net zoals met afstandsteams. Het gaat dan wel over, gaan we in teams werken of in een andere platform? Ja. Hoe groot moeten de teams zijn? Op welke dagen moeten mensen wel op kantoor zijn of niet? Dus best wel allemaal inricht. Maar de dingen die echt gaan over, en hoe richten wij onze samenwerking nou in? Mm-hmm. In mijn allereerste onderzoek naar zelfsturende teams mislukte een soort van, omdat ik die teams wilde klassificeren naar hoe zelfsturend zijn ze. Dus ging ik als jonge onderzoeker iedereen bevragen, beslissingen over het rooster of over vakantiedagen. Dus je ging echt de harde structuur maken met ze. Een harde structuur beslissen jullie daarover? Doet je manager dat of doen jullie dat samen? Dat ging dan in de matrix zetten. Want dan dacht ik, dan kan ik kijken, is dit team zelfsturend, mag het meedoen? En er ontstond allerlei verwarring. Dat mensen zeiden, hé, maar zegt Ben dat? Nee, volgens mij gaan wij daarover. En dan gingen ze dat. En aan het einde van de middag was iedereen helemaal blij. En ik ook, want ik dacht, dit is echt superleuk. Maar mijn prof zei, die kan je niet meer gebruiken voor je onderzoek. Want er is al van alles gebeurd. En dat is me altijd, ik snapte het pas later, maar dat is me altijd wel al bijgebleven. En ik denk, waarom gunnen we onszelf niet wat vaker om ook op dat niet. Kijk, als je zelfsturend gaat werken of je gaat op afstand werken, eigenlijk ben je dan gewoon weer een beginnend team. Als je 5 nieuwe collega's in je team hebt, of dan ben je een nieuw beginnend team. Ja. Maar wat je ook zegt is, als je de vaardigheid leert en je leert, zeg maar, professioneel teamen, noem ik het maar even in jullie jargon, dan is dat geen voor- of nadeel, het feit of jij nou in een hiërarchische omgeving, of je werkt fysiek bij elkaar, of je komt net bij elkaar, of je bent. Nee, want eigenlijk is alles kan.
Ja. Nou, dus je spreekt dingen af die ook voor dat specifieke, die groep werken. Ja. Ja. En ik heb bijvoorbeeld wel eens met twee grote teddyberen aan tafel gezeten in een vergaderzaal. Wat echt, hè? Ja, echt. Ja, echt twee hele grote teddyberen. En dat kwam omdat een van mijn collega's, die had in een ander team, hadden zij twee klanten die steeds afwezig waren in het gesprek. En toen had iemand daar het idee gehad om dan die klanten te representeren door twee grote teddyberen. En dat werkte supergoed in die groep. En dan gaan we dan best practice. Gaan we nu die teddyberen in elke vergadering zitten. En in onze groep werkte het helemaal niet. Nee. Met andere woorden, je stemt het steeds weer af op wat werkte voor deze groep. En daarom is dat team zo mooi. Daar kun je dus ook steeds weer met elkaar in onderzoeken. Ja, helder. Jullie hebben in het boek, je noemde het net al eentje, dat is wel leuk denk ik om even nog af te sluiten met wat vinden mensen allemaal in het boek? Nou, heel veel. Alhoewel het niet eens zo dik is. Nee, dat was ook de intentie. Ja, praktisch afgedaan. Belangrijkste les van Jos Burgers, een van de meest verkochte managementboeken. Die zegt altijd van niet te dik, grote letters. Want er is toch niemand die het leest? Zegt hij altijd gekscherend. Best verkochte managementboek verkopen volgens mij. Er staan inspiratiebronnen in. Meerdere die jullie geïnspireerd hebben. Want jullie niet alles komt van jullie, maar jullie laten je ook weer inspireren door anderen. Maar het is ook een soort van doeboek. Ik bedoel, er zitten ook echt dingen in. Kun je dat even kort vertellen wat ze nog meer met dat boek kunnen, behalve het lezen? Nou, dus de dag die Saskia net beschreef, of in ieder geval die aanpak, doen we ook in het boek. Dus we vertellen iets over waarom teamen belangrijk is. En dan zeggen we, pak, terwijl je dit boek leest, is een team waarvan jij zegt, daar zou ik dingen wel graag in aan willen pakken. Of daar zou ik de jeu weer terug willen brengen. Mm. En met dat team in het achterhoofd, lees de volgende hoofdstukken. En aan het eind van elk hoofdstuk vragen we je dus ook om even te kijken, hey, op basis van wat je net hebt gelezen, wat gebeurt er nou? Dus je maakt eigenlijk de foto met het team, een concreet team in je achterhoofd. Zodat je, als je de 89 bladzijden van dat deel van het boek hebt gelezen, dan heb je ook echt een heel duidelijk beeld van wat er gebeurt, wat jouw rol daarin is en wat je zou kunnen doen. Mm-hmm. En dat is vaak al de oplossing. En dan zeggen we aan het eind, nou, er zijn 10 teamsituaties die veel voorkomen en speciale aandacht vragen. En daar werken we dan eigenlijk deze bril nog eens even uit op de manier zoals wij net hebben besproken. Ja. En dat is, dus dan maken we hem heel concreet voor een team waar de energie uit is of dat moet wenden of in conflict is. Precies. Ja. En we hebben nog een aantal werkvormen. Ja. We hebben eigenlijk een aantal van onze lievelingswerkvormen die je kan gebruiken als je met je team aan de slag wil. Ja. Daar ook ingezet. Dus die kan je gewoon kopiëren en inzetten. Ja. Saskia en Annemarie, dank jullie wel voor jullie verhaal. En beste kijkers, ik team, wij teamen, heet het boek. En het is uitgeverij Boom. En deze serie maak ik samen met managementboek en uitgeverij Boom. Mocht je nou denken, ja, dat boek wil ik hebben en dat wil je, dan kijk je in de beschrijving. Zowel als je op de podcast zit te luisteren, staat die erin. En zit je op YouTube te kijken, dan vind je ook in de beschrijving een link om het boek direct te kopen. Nogmaals, beste gasten, dank dat jullie mijn gast waren. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering hier op 7DTV. Wil je meer zien en je zit op YouTube, blijf hangen, krijg je zo meteen twee nieuwe video's uit deze serie te zien. En zit je op de podcast te luisteren, abonneer je, dan mis je helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel. Hoi!